Goedemiddag allemaal en welkom bij het webinar van Wuurt Electronic van vandaag. Allereerst allemaal hartelijk dank voor jullie interesse en deelname. Mijn naam is Wessel van den Berg, ik ben Sales District Manager bij Wuurt Electronic en ik zal de moderator zijn vandaag. Het onderwerp van vandaag is interconnectie van ZIF en LIF connectoren en de spreker is onze Field Application Engineer Remco van der Gint. Allereerst wat huishoudelijke mededelingen. De microfoon van iedereen staat uit tijdens het webinar. Als je een vraag wilt stellen, kan dat door middel van de chatfunctie. Je kan deze vinden in het controlepaneel onderin het scherm. Je kan deze vragen aan de host of in het algemeen stellen. En we zullen deze vragen aan het eind van het webinar proberen te beantwoorden. Mocht je achteraf nog vragen hebben, dan kan je die eventueel ook via de e-mail of telefoon stellen. Het webinar zal ongeveer 30 minuten duren, waarna we eventuele vragen zullen proberen te beantwoorden. Dat zal maximaal 15 minuten duren. Vragen waar we misschien niet aan toekomen, zullen we na afloop van het webinar per e-mail of telefoon beantwoorden aan degene die de vraag gesteld heeft. Nou, tot zover de inleiding en dan geef ik nu graag het woord over aan Remco. Succes Remco! Dankjewel Wessel voor je introductie. Ook namens mij hartelijk welkom bij dit webinar van Wuurt Electronic. Zoals Wessel aangaf gaat het vandaag over ZIF en LIF interconnectie. Daar zitten wel wat verschillen in, ook als je kijkt naar contactopbouwen, locking types. Ook naar de FFC-kabels even gekeken en dan ook een beetje gekeken naar elektrische karakteristieken, want de vorige waren vooral natuurlijk mechanische karakteristieken. Kijken we ook even naar elektrische karakteristieken, vooral naar de impedantie, overbrenging en dat soort dingen. Dus dat is ook een beetje de agenda voor vandaag. Dus ik ga je meenemen in de wereld van ZIF en LIF connectoren. Eerst en al wat verschil is in versies. Je hebt natuurlijk ZIF Zero Insertion Force connectoren versus LIF Low Insertion Force connectoren. Deze connectoren zijn alleen te leveren in SMT. True Hole en True Hole Reflow, eigenlijk daar zijn ze te groot voor. Dus vandaar ook de SMT keuzes. Het zijn natuurlijk redelijk kleine, fragiele connectoren. Waar je dus rekening mee moet houden, dus waar je dus weinig plek hebt voor in het design om een mechanisch stabiele oplossing te maken op gebied van op soldeervlak. Dus daarbij krijg je de SMT-uitvoeringen. Het grote verschil tussen ZIF en LIF is eigenlijk dat je, de naam het eigenlijk al zegt, bij een ZIF-connector eigenlijk zonder extra kracht de kabel of de flexible print erin kan plaatsen. En door een activator, dat zwarte gedeelte wat je bij deze rechtse kant ziet, waar mijn pointer ook zit, dus eigenlijk eerst omhoog trekt, of in ieder geval een activator, laat ik zeggen bij deze, het is een slider, omhoog trekt, de kabel insteekt, eigenlijk zonder kracht de activator weer naar beneden duwt. En de kabel zit eigenlijk goed gefixeerd in de connector. Wat je bij LIF dus wel moet doen is, dus je hebt dus geen activator, dat zie je ook. Het is eigenlijk gewoon een connector waar je dus eigenlijk een insparing hebt op dit gebied waar je kabel in kunt steken. Dus je zult later ook nog een beetje zien hoe dat werkt intern. En daarmee wel toch een lichte kracht nodig hebt om of de flat flexible cable of de flexible print in te steken. Dat is het verschil eigenlijk tussen ZIF en LIF. De een hebben we eigenlijk geen kracht nodig, alleen wat kracht om de activator te openen en te sluiten, maar niet om de kabel in te leggen. En bij LIF heb je wel wat kracht nodig om de kabel in de connector te krijgen. Dus dat is het verschil. Hier staat wat ik net ook al benoemd. Deze connectoren zijn vooral, tenminste die zijn geschikt en eigenlijk alleen maar te gebruiken met een of een flat flexible cable of een flexible printed circuit, dus een flexprint. Dus dat is het verschil. Daarbij kun je ze ook bereiken. Wat ik net al zei, alleen in SMT, je hebt een horizontale en verticale uitvoering. Er zijn echt een tal van uitvoeringen die we hebben. Ik zal er nu ook verder op ingaan wat in ons portfolio zit voordat ik verder ga. Ik denk dat je ook heel goed dat het publiek ook heel goed kan lezen, maar ik zal een aantal dingen uitstippen hierin. In de ZIF-connectoren hebben we op dit moment twee verschillende pitches, een half millimeter en een millimeter, en bij LIF een millimeter. De versies die je bij de half millimeter ZIF ziet, is dat je een horizontale en een verticale versies hebt. Bij de horizontale ook een low profile.
Daarmee heb je polariteit die we kunnen gaan tussen 6 en 50 pins. Actuators, sliders, backlock, hinge. Daar ga ik daar later op even wat daar hun verschillen zijn. Elektrische karakteristieken zijn eigenlijk voor elke rated current een 0,5 ampère. Behalve voor de load profile dan zie je een 14 ampère voorbij komen. Waarbij de nominal voltage voor alle versies wel gewoon 50 volt zijn. ZIF hebben ook horizontale verticale uitvoering. Bij de horizontale ook een load profile. Polaantallen tussen de 4 en de 30. Actuator, een slider en een hinge type. Karakteristieken ook normaal gesproken voor elke rated current, voor elke connector 1 ampère. Behalve voor de low profile zit je op 18 ampère. En dat heeft puur met de hoogte te maken en de opwarming die je daardoor intern kan creëren. Is hij gekeurd op een 18 ampère. Nominal volt is 125 volt AC. LIF, ook horizontaal, verticaal, alleen maar 1 mm, 4 tot 30 polariteit aantallen. Locking type is door het contactopbouw, dus is niet door een slider, maar puur of door een hinge, maar puur door de contactopbouw intern. Dat zie je net iets anders voorbij komen. Zie je straks voorbij zien komen hoe dat een beetje werkt. Ook daar hier de rated current 1 ampère met dezelfde voltage. Dus een beetje de karakteristiek op gebied van zoals in de datasheet ook benoemd staan. Hoe ziet het dat nu precies uit? Topcontact, bottomcontact, we hebben gezegd bij de topcontact hebben voor de 1 mm en een half mm in ieder geval een slider uitvoering. En wat is nu de slider? Je ziet hier een connector zonder de plastic omhulsel eromheen. Je ziet hier de contacten zitten, hier de soldeerpack zitten. En hiermee zie je de slider zitten, dit zwart-grijze gedeelte. Ja, dat is dus een slider en hoe je dus een topcontact met een slider kunt herkennen als je op een PCB-bord zit, is dat je eigenlijk de slider tot eigenlijk in de tegengestelde richting ziet zitten waar de contacten daadwerkelijk zitten. Dus dit is een topcontact, de contact zit aan de topzijde of aan de bovenzijde en de slider zit dus aan de onderzijde en zo kun je het dus herkennen. Dat is hetzelfde met een bottomcontact. De contact zit aan de onderkant, de slider zit eigenlijk aan de bovenkant, dat zwartere, dikkere plastic stuk. Dus dat is het verschil. Hoe een hinge eruit ziet en hoe dat gaat werken, nogmaals, dat zal ik later even op terugkomen. Een dual contact hebben we uitvoering, dat is een backlocking uitvoering. Die hebben alleen een 0,5 mm uitvoering, dat is echt een hele kleine connector. Is dat je eigenlijk twee contacten aan de boven- en aan de onderzijde hebt zitten. En die zitten onderling met elkaar verbonden. Dat heeft als voordeel dat je niet altijd hoeft te kijken naar oriëntatie van hoe komt mijn flat flexible cable aan of hoe komt mijn flexprint aan met de top- en of bottom contact. Hiermee hoef je de keuze in het begin al niet te maken. Dat kun je op een later tijdstip doen als je weet misschien beter hoe het mechanische zijn eruit ziet. Sorry. Dus dat is het gebeuren, zeg maar, hoe dat werkt, hoe zo'n backlock precies werkt, hoe dat locking werkt. Dat nogmaals, daar kom ik ook even later op terug. Nu gaan we heel even meer in de diepte kijken hoe een slider werkt. Het maakt niet uit hoe dat met een top of met een bottom contact zit. Het principe van de slider is dat je, dit is de connector zelf. Hiermee heb je, hier zie je de contacten liggen. We noemen het altijd maar even een soort van tandje die uitsteekt waar het contact met de flexible print of met de flat flexible cable contact maakt. En dit is de slider. Zoals je ziet is dit de cross-sectie. En je ziet dat in de slider, aan het eind van de slider in de connector zelf, zie je dat de vorm verandert. Het gaat van een rechthoek in één keer naar een soort van V-vorm, of in ieder geval een driehoekvorm, zeg maar. Dus als je deze slider uittrekt, dan kun je hem uittrekken tot het gebeuren waar je hier ook de andere V-vorm hebt. Waardoor dus eigenlijk als je de kabel erin je duwt als het ware, er geen kracht voor hoeft te zetten, want hij verglijdt er zo in omdat dat te maken heeft met de dikte van de kabel en de toleranties in de connector. Als je dat dus gedaan hebt en je duwt de slider weer terug,
dan door de vorm die je hebt van deze slider aan het einde, op een gegeven moment zet je dus een bepaalde druk op de kabel en daarmee een bepaalde druk ook richting het contact. Waardoor je een goede contactdruk krijgt om goede signalen over te kunnen brengen. Dus dat is het belangrijke aan het design van dit soort connectoren. Daardoor kunnen we dit als een ZIF connector, dus een Zero Insertion Force, benoemen. Omdat je daardoor, als de slider uitgetrokken is, dus geen, geen kracht nodig hebt om de kabel in te leggen. Dat werkt eigenlijk hetzelfde met een topcontact. Dit is dus een bottomcontact, dit is een topcontact. Daarmee werkt hetzelfde. Je ziet hier ook dat die V-vorm of de driehoekvorm er ligt. Zoals je ook hier aan de kant met de topcontacten ligt. Sorry. Backlocking, wat ik net al zei. De contacten, zoals je ook hier kunt zien, de top en bottom zitten met elkaar verbonden op dit stuk. Het is een soort verend contact. Je ziet dat de activator dus hier gesloten is. Dat wil zeggen dat hier door de vorm van dit plastic deel, dus het, zeg maar deze D-vorm, de contact eigenlijk de bovenste contact naar beneden drukt, waardoor je dus eigenlijk altijd de druk op je flat flexible print hebt zitten of op je FFC-kabel hebt zitten. Doe je deze actuator naar beneden en door de vorm die dan hier krijgt, zal dit contact omhoog een beetje omhoog komen. En je ziet hier ook uitsparingen zitten waar dat door kan. Waardoor je dus eigenlijk geen kracht meer nodig hebt om die kabel erin of eruit te halen. Doe je deze actuator weer naar beneden, dan zal deze weer in deze vorm komen, zoals je hier ziet, waarmee je dus de druk op de kabel uitoefent. Dat is mooi van deze. Het is eigenlijk een hele kleine oplossing, een relatief lage oplossing. Het is echt een lage oplossing van ergens 0,9 mm hoog. Je hebt hier toch mechanische retentie door deze metalen packs die meegesoldeerd worden op de PCB. En met alles daarmee een goede connector hebt. Alleen door deze oplossing is, door die extra backlocking uitvoering, is deze wat dieper als een normale ZIF connector. Dus daarmee is ook altijd de keuze te maken. Heb ik ruimte in de diepte of heb ik ruimte in de breedte? Dat zijn ook de keuzes die je moet gaan maken tussen een ZIF en een LIF connector. En dan zal ik dadelijk laten zien waarom dat zo is. Als we even naar de hinge type kijken, dan gaan we voordat ik naar het locking gedeelte ga, gaan we heel even ook kijken naar de PCB layout. Heel veel van onze types zijn eigenlijk één op één uitwisselbaar. Sowieso op signaalniveau, dus op de pinniveau. Maar je ziet ook dat alleen het verschil in het hinge type is zijn dat de metalen packs die op de PCB gesoldeerd moeten worden anders, waar de pads iets anders liggen als bij de andere ZIF connectoren. Dus de andere zijn redelijk uitwisselbaar met elkaar, eigenlijk 100% compatible, behalve die van de hinge met de andere uitvoeringen, met de standaard ZIF. En dat is wat we hiermee willen laten zien, dat je het kan. Je zou hem kunnen solderen, maar het zou problemen wat kunnen geven met de mechanische retentie op signaalniveau. Komt het goed, alleen je ziet hier dat het net iets anders uitvalt daarin. Kijken we even naar het locking gedeelte van de hinge type, dus dat is eigenlijk het klepje. Aan de voorkant van dit klepje zit ook meteen de ingang van de kabel of van de flexible print. Het klepje trek je omhoog. En daarmee zie je wat je eigenlijk gebeurt als je dit klepje omhoog trekt, dus hier naar boven beweegt. Zie je ook weer hetzelfde gebeuren met die D-vorm. Als je het klepje dus naar beneden drukt, dan wordt de druk hierop sowieso op deze manier, zo zit hij dicht. En dan wordt de druk op deze manier echt naar beneden getrokken, zeg maar, waardoor je echt veel minder krachten nodig hebt om het goed te verbinden. Het is hetzelfde principe als de backlocking. Dus dat is het grote voordeel in deze.
Dus ja, daarin zie je dus dat er ook hetzelfde is. En daarvoor is hij alleen een bottom contact te krijgen, want je kunt deze niet in een topcontact krijgen, omdat je ja, het klepje moet altijd aan de bovenkant zitten, maar anders kun je natuurlijk niet openklappen in deze. En daarmee is het design niet anders te maken dan op deze manier dat het alleen met een bottom contact is en niet met een topcontact. Verticaal is er alleen een slider uitvoering. Dat heeft ook puur te maken met het feit dat als je met de klep gaat werken, je kans hebt dat je te veel kracht op de soldeerverbinding gaat zetten, waardoor je daar cracks gaat creëren. Dus daarvoor is het veel makkelijker om een verticale beweging naar boven te maken met die slider. Die werkt eigenlijk bijna op hetzelfde principe, alleen het verschil is dat je hier dus niet die hoek ziet die je wel bij de horizontale versie zag. Hiermee kun je gewoon werken met een rechte vlak waarmee de slider omhoog kan en die eigenlijk hier bovenuit komt, waardoor je er eigenlijk geen druk op de kabel en het contact meteen zelf zet. Dus dat is het verschil ten opzichte van een verticale en een horizontale uitvoering. Nu komen we bij de lift connector. Wat ik net al zei, daar heb je wat kracht nodig om hem in te drukken. Ja, hier gaat natuurlijk de kabel in. Je ziet hier eigenlijk aan de vorm, want hier heb je de SMT terminals. Hier wordt het aan deze kant wordt gesoldeerd. Dan gaat hij omhoog en dan komt hij eigenlijk in een soort van veervorm. Komt hij in de connector waar de kabel hoort te zitten. Hiermee zie je ook dat daarvoor je wat kracht nodig gaat hebben, want je moet hier de kabel natuurlijk ondersteken. En daarvoor is het ook heel belangrijk dat de kabel wat verstevig is. Want normaal gesproken met een FFC-kabel zit je met de stiffenen, dat blauwe stuk op de FFC-kabel. Je hem hier echt gewoon goed in kunt drukken, anders heb je kans dat je kabel gaat plooien. Het nadeel van een SIF kan zijn, als je dat vaker doet en wat vaker druk opzet, is dat je contactgedeelte van je FFC-kabel of van je FPC misschien wat lichtelijk beschadigd is, waardoor je contactweerstand wat omhoog kan komen. Dus dat is ook wel een belangrijk punt om te weten. Het andere grote voordeel is van een lift connector is als je hem echt aan de rand van de connector dient te zetten, wil zetten, aan, sorry, aan de rand van de PCB wil zetten, is dat wat makkelijker gaat, want je hebt geen actuator die uitgeschoven moet worden, om omhoog getrokken moet worden. Als je dus echt vast in een behuizing moet komen te zitten, is een lift connector wat makkelijker, want dan kun je hem natuurlijk gewoon recht in schuiven, de kabel entry erin doen en je bent klaar. Maar het heeft ook wat nadelen. Voor jullie info is, als je naar een lift connector kijkt, zal er ongeveer een uitdrukkracht nodig zijn voor de kabel CQ FPC van ongeveer 0,3 newton per pin. Bij een SIF is dat ongeveer 0,7 newton per pin. Dus daarin zie je ook meteen het verschil dat als er wat kracht op de kabel komt staan, dat een SIF connector weer beter is dan een lift connector. Dat heeft puur te maken met de opbouw, anders als je daar 0,7 newton per pin nodig hebt om uit te trekken bij je lift, heb je daar ook best wel hoge krachten nodig om weer in te kunnen steken. En daar zijn die kabels en de printer niet op gedesigned, dus dat gaat niet werken. Dit is een beetje wat als je kijkt naar de connector zelf. Nou, even kijken, want mijn systeem werkt niet. Ja. Naar de kabel gekeken zijn er verschillende soorten kabels op de markt. En ook wij hebben verschillende soorten kabels. Je hebt kabels waar de contacten aan dezelfde kant zitten. Zoals je hier aan de bovenkant ziet. Hier hebben we dat blauwe deel wat ik net over had. De stiffener of de support tape. Je hebt ook een type 2 uitvoering, zoals wij het noemen. Daar heb je aan de verschillende kanten de contactvlakken zitten. Ligt er een beetje aan hoe je werkt. Of hoe je design is, dat je misschien een boord-op-boord oplossing waar de PCB's aan de bovenkant liggen, waar je misschien wel alle twee een top- of een bottom-contact wil gebruiken. Dan heb je heel vaak die opposite side nodig. Het ligt er een beetje aan hoe je design is of hoe je aan de hand of je design al klaar is en waar je dingen aan moet passen. 4 standaard lengtes die wij normaal gesproken op voorraad hebben zijn 50, 100, 152 of 200 mm.
wij kunnen wat dat betreft ook deze kabels aanbieden op verschillende soorten manieren. Hoe die gebogen moet worden met een scherpe hoek erin of dat soort dingen. Als er een tekening voor is, dan kunnen we dat doen in grote aantallen, maar ook in kleinere aantallen. Daarbij kun je altijd naar je lokale virtuele tondercontact gaan als je daar vragen over hebt. Hoe het systeem werkt is eigenlijk met een verwarming van een laminering, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon een laminering. Het is een low temperature melt glue, zeg maar. Iets hot melt. En hot melt wil zeggen dat je met een redelijk lage temperatuur voor een redelijk lage tussen haakjes natuurlijk toch de glue kan maken, waardoor je dus de contacten, de isolering, de witte isolering, de petmateriaal goed tegen elkaar kunt doen, waardoor de kabels ook goed aan elkaar zitten in dezelfde in de goede pitch, dat allemaal goed blijft zitten, dat daar allemaal goed rekening mee gehouden is. Wil je hier van de lengte afwijken, dan kunnen we dat doen. En dat heeft dan te maken, dat zouden we kunnen doen voor een minimale orderhoeveelheid van 5000 stuks. Dat heeft puur op te maken hoe dit productieproces in elkaar zit. En om die machine elke keer om te moeten bouwen, dat gaat echt veel tijd in zitten. Gaat echt gewoon bijna een halve dag tijd in zitten. En daarvoor willen we die machine wat dan op een langere manier, op een speciale manier laten draaien. Waardoor die MOQ is. Daar hebben we iets voor op proberen te vinden. Want soms is er natuurlijk, heb je natuurlijk een afwijkende lengte. Of weet je het nog niet precies tussen welke bepaalde lengtes het in zit. Of dat wil nog wel eens verschillen. Hebben we voor een aantal pinaantallen hebben we een speciale oplossing gedaan. Dat noemen we een folded oplossing, een pre-folding oplossing, waardoor je verschillende lengtes kunt gaan creëren. Net zoals een ZIF of een LIF connector in combinatie met een FFC of een FPC is dat heel vaak natuurlijk voor de connectie van een display of van een keyboard of een board-to-board oplossing. Dat zijn typische applicaties waar dit soort connectoren met een redelijk lage oplossing, een redelijk kleine oplossing toch voor kunt gaan gebruiken. Natuurlijk niet voor hogere stromen, maar wel voor goed signaal overdracht, waar je ook heel vaak natuurlijk bij het touchscreen en dat soort dingen zit. Hoe ziet er dat nu uit? Dit is wat we net bedoelden met de verschillende lengtes. We hebben een pre-folded uitvoering, dus een vlakke kabel die al in een soort van harmonica is opgevouwen, waardoor je dus verschillende lengtes met één met die pre-fold kunt krijgen. Want we hebben drie verschillende lengtes: 120 tot 200 mm, 165 tot 350 mm. Daarmee dus is één lengte te krijgen en waar je dus door het aan te trekken wat verschillende lengtes kan krijgen. En 280 tot 500 mm. En dan zie je dat er twee keer een folding in zit en een tussenstuk nog wel een vlakstuk hebben zitten om toch wat, moet ik het zeggen, het wat makkelijk te maken en voor het productieproces en dat soort dingen. Dat is wel een belangrijk punt. Dus je kunt hierin ben je wel veel meer flexibeler. En nogmaals, daar hebben we een aantal pinaantallen die gewoon gangbaar zijn in de markt voor touchscreens en dat soort dingen, die we daar standaard op stok hebben liggen vanaf nu. Eén number of folding series, hier nog één met meer folding, zoals je ziet, hier zit er 19, hier zit er 41, waarmee je de lengte kunt creëren tussen 120 of 200 mm, hier voor 165, 300 mm of 305 tot 500 mm. Waarmee je dus daarmee de foldings goed uit elkaar kan trekken, waar je dus veel meer kunt creëren daarin. Hiermee ter informatie een beetje hoe het type nummer opbouw is, maar hierbij willen we eigenlijk laten zien dat de standaard pinaantallen voor de 1 mm pitch type 1 en type 2, dus aan dezelfde kanten contact of aan de weerskanten een contact, dat we standaard hebben een 10, 12, 16, 20 en 30 pins. Specials kunnen we ook doen in andere pinaantallen, maar ik zeg nogmaals, dit zijn de meest gangbare die we in de markt hebben, ook als we kijken naar onze eigen verkopen die we zien. Dat is ook met een half millimeter pitch, ook met de type 1 en 2 kabels. En dus in 20, 30, 40 en 50. En dat zullen we vooral zien met de touchscreens en dat soort dingen, dat die daarmee de meest gangbare zijn qua pinaantallen. Nu gaan we heel even naar de elektrische karakteristieken kijken en vooral naar impedanties. Want deze connector en CQ kabels worden toch stiekem best veel gebruikt om hoge frequentiesignalen over te brengen. Theoretisch gezien, als je naar deze grafiek kijkt, is dat je
naar een 50 karakteristiek impedantie van 50 ohm kijkt, is dat je normaal gesproken theoretisch wil zien dat je de transmissie op 100% wil hebben zitten en de reflectie op 50 op 0% heb zitten bij 50 ohm, waardoor je dus hiermee de juiste perfecte overdracht gaat creëren en dus zo min mogelijk reflectie gaat creëren. Dus eigenlijk geen reflectie. Dat is natuurlijk de theorie die je krijgt. Daarmee is het natuurlijk wel dat je dat even in acht moet nemen. En hiermee hebben we wel in deze theorie in ons achterhoofd hebben wel gekeken wat kan. Kunnen deze kabels nu echt met impedanties en hoe de reflecties en dat soort dingen zitten, hoe kan dat overgebracht worden? Dat willen we even ook laten zien in een paar sheets. Wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben eigenlijk een unbalanced meting gedaan en een balanced meting gedaan. Dus een SMA connector, een ground ja, trace aangesloten en een signal trace en een ground trace. Dan zie ik dat hier verkeerd staat, want hier moet de signal staan, hier moet de ground staan. Sorry. En dat zo loopt, zeg maar. Dat in ieder geval signalen er goed doorheen loopt. Dat hebben we dus hiermee gebalanceerd, dus dat de signaal tussen twee ground traces inlopen. En daarmee hebben we een meting gedaan op alle gebieden. Dus eigenlijk op de kabel, dus op een 1 mm kabel in verschillende lengtes, maar ook op de 0,5 mm pitch kabel, ook in verschillende lengtes. Dus zul je natuurlijk hierin verschillen mee zien in dat gebied. En dat laten we hier ook zien. Dit is een TDR-meting die we gedaan hebben met een 200 mm FFC, 1 mm pitch, rise time 32 picoseconden, wat eigenlijk overeenkomt met een 6,88 gigahertz signaal. Waar je dus hiermee in de TDR kunt zien dat er echt gewoon heel veel variatie is in impedantie. Natuurlijk, je hebt je coaxiale kabel van 50 ohm waarmee we meten. Op een gegeven moment krijg je parasitaire invloeden op het bord. En dan komen we op het gebied van de kabel zelf. En daarmee zie je in de unbalanced mode voor deze, bijvoorbeeld dat je op 100, ongeveer 130 ohm zit op het gebied van de kabel zelf. En dat zou bij de halve millimeter, als je dat zou bekijken, zou op 125 ohm uitkomen. Gebalanceerd, dus de ground signal ground oplossing, kom je uit op een 85 ohms impedantie. Dus hiermee al ga je eigenlijk veel meer richting de differentiële impedantie van USB van 90 ohm. Dus je ziet wat dus gebalanceerd kan doen hierin. En dat willen we ook laten zien in de volgende grafieken. Als we puur kijken naar met de metingen die we gedaan hebben met de netwerkanalyzer, zie je met gebalanceerd, met dezelfde opstelling die je net zag. Dus hiermee heb je 50 mm FFC 1 mm pitch uitvoering. Dat de S1-2 parameters met gebalanceerd eigenlijk gewoon een daling inzet die gewoon echt gewoon, ja, niet lineair natuurlijk, maar wel vloeiend verloopt. En bij ongebalanceerd zie je echt gewoon heel veel pieken voorbij komen. En dan zie je ook dat hier bij 500 MHz eigenlijk bijna de diepste piek zit. Natuurlijk bij 3 GHz heb je helemaal geen, ja, heb je de min 10 dB verliezen die je daarin ziet. Dat is natuurlijk niet helemaal oké. Hiermee min 6 dB voor een S1-2. Dus eigenlijk de power die vanuit de output naar de input komt, eigenlijk gewoon goed uitkomt. Dus eigenlijk gewoon een heel goed een goede signaaloverdracht, mits je dus gebalanceerd gebruikt. Dat kunnen we ook laten zien in de verschillen in pitches en lengtes. Dit is een verschil die we kunnen laten zien met een half millimeter pitch met de kortste lengte van 50 mm en deze met 200 mm. En natuurlijk daarin zie je wel verschillen. Maar hier ga je dus van 0 tot en met min 6 dB bij 3 GHz. Min 3 pump zit hier ongeveer op 2 GHz. Dus dat is eigenlijk, ja, best oké. Okay. Dus je kunt best nog hoge frequentiesignaal overheen sturen. Natuurlijk, je ziet aan de hand van de lengtes dat de verliezen groter worden. En vooral bij 200 mm dat je ergens rond de min 8 dB uitkomt. Bij een 3 GHz. Dus dat is wat je met de
half millimeter pitch. Dus je hebt er echt een goede, zeker een hele goede gebalanceerde uitvoering. Bij een millimeter pitch zie je dat het wat verder uit elkaar ligt, de verliezen. En dat het ook wat eerder intreedt als je naar kijkt naar het min 3 dB punt. Bij sommige lengtes. En dat zie je dus ook hier. 1 millimeter pitch, lengte van 50 millimeter. Ligt hier nog steeds redelijk rond de 2 gigahertz. Hier min 6 dB, dus dat maakt niet zo heel groot verschil. Maar als je de lengtes gaat creëren en je wilt die grotere frequenties, dan zie je veel meer dat dit uit elkaar getrokken wordt. Dus dat de verliezen eerder ingezet worden. Dus dat is het verschil wat je hiermee kunt laten zien. En wat we eigenlijk hiermee willen laten zien is dat je dus, als je dus voor hoge frequenties wil gaan en wat voor langere lengtes, dat je eigenlijk veel beter richting een half millimeter pitch oplossingen kunt gaan. Dus dat is ook meteen een beetje richting het einde van het verhaal. Als je puur kijkt naar wat het is, je conclusies, je hebt natuurlijk best veel verschillende soorten connectoren waarmee je de locking kunt doen. Dat heeft puur ook te maken met welke hoeveel ruimte op je PCB hebt, aan welke kant heb je ruimte, natuurlijk aan de achterkant of aan de voorkant of aan de zijkant. Of moet je het echt inbouwen in een behuizing, dan is eigenlijk een actuator niet makkelijk. Dan zou je weer veel makkelijker naar een LIF connector kunnen gaan. Een LIF connector heeft weer last van minder lage uittrekkracht van de kabel ten opzichte van de ZIF kabel. Dus ja, en met de kabels zelf kun je wel verschillende dingen doen en dan kun je best hoge frequenties halen die we hiermee willen hebben laten zien in deze training, proces, presentatie. Zodat we jullie wat inzicht hebben proberen te geven om misschien dit wat makkelijker te kunnen toepassen ook in je designs als een board-to-board oplossing of als een toch richting LCD of ja, met een flexible print aan de slag kunnen en dat soort dingen. Dus ik weet niet dat er ook al wat vragen binnengekomen zijn, Wessel, aan het eind van deze presentatie. Er zijn enkele vragen binnengekomen. Ik heb hier een vraagje. Je gaf aan over die extraction force, die 0,3 newton om 0,7 newton voor ZIF en LIF. Ja, en de vraag daarbij is, betekent dat ook dat een LIF dan in een trillingsomgeving bijvoorbeeld beter zou zijn? Of in ieder geval een omgeving met wat trilling? Nee, LIF heb je dus een lagere uittrekkingskracht. Dat wil zeggen dat je minder kracht nodig hebt om uit te kunnen trekken. Dus het is altijd heel moeilijk om natuurlijk te zeggen wat met trillingen. Want trillingen zijn natuurlijk best moeilijke omstandigheden. Want welke trilling en welke frequentie. Hoe vaak komt de trilling voorbij. Is natuurlijk best moeilijk uit te leggen. Maar ik zou eerder verwachten dat een ZIF. De ZIF-kabel veel beter is te doen, omdat je een veel lagere, veel hogere extraction force hebt per pin. Kijk, dat ik net al zeg, 0,7 newton per pin heb je nodig. Ga je richting 50 newton, 50 pins, ja, dan kun je uitrekenen hoeveel je toch stiekem nog overhoudt. Heb je nog 500 newton over om eruit te kunnen trekken. Dat is toch een 3,5 kilo, zeg maar. Dus een ZIF zou eigenlijk beter moeten zijn als een LIF. Prima. Dan had ik twee vraagjes. Die gingen eigenlijk over het assortiment. Mm-hmm. Je gaf aan inderdaad bij de verticale ZIF-jes dat we die alleen met een slider hebben. Voor de ZIF, ja, klopt. In verband met de schade aan de soldering. Mm-hmm. Gaat dat wellicht nog veranderen in de toekomst? Of is dat inderdaad gewoon omdat het lastig is met de soldering dat zo blijft? Of gaat daar ook nog hintstypes komen? Op dit moment blijven we alleen bij de slider, puur om wat we daar zien. Als je daar met een hinge gaat komen, dat je aan één kant best wel kracht moet zetten om die hinge open te trekken. Waardoor je kans hebt dat je aan de tegenovergestelde richting wat schade gaat brengen aan de soldeerverbinding. Dat is op dit moment. Ik weet dat in de pijplijn voor de komende 2 jaar nog geen veranderingen aan zitten te komen zoals het er nu voor staat. Prima. Zelfde vraag eigenlijk voor de LIF. Nu op 1 millimeter. Mm-hmm. Zitten die er ook nog op een halve millimeter dan wellicht aan te komen? Daar kan ik waarschijnlijk wat meer secuurder zijn in mijn antwoord. Zover het er nu voor staat, wordt die binnen nu en volgend jaar in ieder geval geïntroduceerd met een halve millimeter LIF uitvoering. Dat is goed nieuws. Verdergaand op het assortiment, die mooie nieuwe kabels die jij liet zien, die pre-folded, die je uit kunnen vouwen naar andere lengtes, ja. Zijn heel interessant voor wat mensen, staan nog niet op de website. Zijn er wel eventueel samples van verkrijgbaar voor mensen?
Ze staan nog niet op de website. Ze komen er elk moment wordt het geüpload. Er zijn al samples te krijgen van verschillende lengtes die in ieder geval in de standaard uitvoering polariteit, zoals ik net al benoemde, die zijn in ieder geval standaard op stok als het goed is. Dus daarmee kunnen we al aan de slag qua samples sturen. Mooi. Dat geldt eigenlijk voor iedereen natuurlijk. Wessel, val je weg of niet? Volgens mij is Wessel weggevallen. Ga ik even kijken dat ik nog iets kan zien qua vragen. Ik kan zo niks meer vinden. Wessel is inderdaad weggevallen, zie ik. Ik zie verder eens geen vragen meer voorbij komen die ik niet meer beantwoord heb. Dus dat is goed. Nogmaals, voor die pre-folded uitvoeringen liggen er al samples op voorraad. Dus daar kan iedereen die daar het interessant vinden samples opvragen. Of via de website, maar dan wel via een mail, zeg maar. Dat zou kunnen. Of via lokale support en dat soort dingen. Remco, ik ben er weer. Je bent weer. Ik was de verbinding even kwijt. Ja, oké. Okay. Even niet mee. Ik had hier nog de vraag van iemand of jij de sheet met balanced en unbalanced signalen. Ja, die zou ik net ook binnenkomen toen ik nog aan het spreken was. Okay. Maar je bent in ieder geval weer terug, goed op door, Wessel. Ik denk dat de persoon deze bedoelt. Nogmaals, we hebben deze in een half millimeter uitvoering pitch gezien met de verschillende lengtes. De standaard lengtes die we hadden op dat moment, niet de pre-folded uitvoering. En hier zie je dus meteen de verschillende soorten frequenties voorbij komen met daarin de S1-2 parameters. En hij vraagt nog de andere in ieder geval te laten zien, zie ik. Dus de opbouw zoals je dit ziet. Dit bedoelt volgens mij de persoon die het nu laat zien. Want dit is hoe we dat hebben gemeten. Dus signal, dit moet al omgedraaid zijn, moet signal ground zijn. En hiermee zie je ground, signal. Dus je volledig gebalanceerde lijnen ziet staan. Waarmee je dus de juiste opbouw kan hebben. En hoe dat goed gaat werken met goede signalenoverdracht en met die 85 ohm die je daarmee over gaat houden. Dus ik zie dankje, dus volgens mij is het duidelijk nu. Dus ik zie ook verder geen vragen meer bij komen, Wessel. Dus ik denk dat we ook langzaam gaan afsluiten in deze. Dat klopt, ja. Ik heb inderdaad ook verder geen vragen meer binnengekregen. Dan stel ik inderdaad voor dat we gaan afronden voor vandaag en het webinar gaan beëindigen. Mochten er toch nog vragen zijn die we hebben gemist, dan komen we daar eventjes bij de vragensteller persoonlijk op terug. En mochten er nog vragen achteraf komen bij mensen, dan zijn we natuurlijk bereikbaar, zowel per e-mail als telefonisch. Het seminar van vandaag is opgenomen en dat zullen we binnenkort op YouTube plaatsen. Als dat is gebeurd, zal iedereen een link ontvangen waarmee de sessie eventueel nog een keer terug kan kijken. De komende weken hebben we nog meer webinars gepland. En de volgende heeft als onderwerp USB-C en is deze donderdag alweer. En we hopen natuurlijk iedereen daar weer te mogen verwelkomen. Voor nu in ieder geval gaan we er een einde aan breien. Danken wij jullie allemaal hartelijk voor jullie aandacht en interesse. En graag tot ziens. Overheid, bedankt. Tot ziens.